maken van een filmpje is nog niet zo erg simpel, merk ik al. Wat ik dus gedaan had, is het voorpandje tekenen. Maar de helft staat niet op het filmpje. Dus we hebben het overnieuw gedaan. Wat ik dus gedaan heb, is een cirkelslagje geven, hier zo, over de rugschouder. Dus ik heb deze opgemeten. Dat is 18 centimeter. Die heb ik overgezet naar hier zo, de rugschouder gemaakt. Cirkelslagje gemaakt. Dat kan met een passer of met je centimetertje. Die staat er. Vervolgens zijn we gaan uitmeten naar de voorkant. Hier vanuit het schouder of de, onder de armpunt. Naar voren. Dat is dan de borstbreedte. En die borstbreedte was 21 centimeter. Die hebben we hier uitgemeten. Op die 21 centimeter heb ik een rechte lijn gezet. Naar boven. En op die bovenkant heb ik dus uitgemeten vanuit de taille. De voorlengte. Die hadden we uitgerekend. Dat was de ruglengte plus 4,5 centimeter. Dus dat is 45,5 centimeter. En dan kom je dus hier op dit punt uit. Dat is hoger als hierachter. En daarom moet je dus hierachter ook nooit aan de bovenkant beginnen, maar altijd slagen. Je zit dus hier met dat punt, de voorlengte. Die zal ik er even bij zetten. Ik zal even een boogje zetten. Dit is de voorlengte. En dit is dus ook als rugschouder. Als rug. Dit is de voorlengte, die meet je uit. En vanuit die voorlengte ga je uitmeten dit stukje naar dat stukje. Dat is hetzelfde als de achterkant. Dat is die 7 centimeter. Dat is de halsspiegel. 7 centimeter. Vervolgens meten we hier 7 centimeter plus 2. Dat is dus de spiegel plus 2. En hier opzij van deze lijn maken we de spiegel plus 1,5. Die lijntjes, die puntjes, die verbind je met elkaar en dan heb je dus de hals. Vanaf dat punt, hier bovenaan, het schouderpunt, meet je naar het cirkelslagje de rugschouder. Die heb je opgemeten. Dit is 14 centimeter. Wil je nou couture maken, dan maak je de rugschouder 1 centimeter korter. En dan werk je de achterkant in, waardoor hij dus rond gaat staan. Dat staat heel mooi, maar het is wel een stuk moeilijker. Je kan hem dus ook precies hetzelfde houden. Dit was 14 centimeter en dit is ook 14 centimeter. Die meet je dus uit naar die cirkelslag. Vanaf dat punt van die cirkelslag maak je een mooi rond lijntje met je tekenmalletje naar de zijnaad. De zijnaad is weer een half ADI. Ik heb het hier aangegeven, half ADI, half ADI. Armschapdiameter dus. En in de taille gaan we weer eentje omhoog en eentje naar binnen. Dat wordt dus de zijnaad. En vanuit die zijnaad meten we naar de halve heup. Plus een beetje. En dan zorg je dus dat dit puntje gelijk uit, op de gelijke hoogte uitkomt als dat puntje. Want dit puntje is niet gelijk met je hulplijn, omdat je hem hier haaks opgezet hebt. En deze lijn is schuin, dus daarom staat hij iets omhoog. Oké, dat was het voorpandje.